In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Zielen die streven naar de heiligheid, die werk maken van een geestelijk leven, hebben een vertrouwelijke omgang met Jezus Christus. Inderdaad, we hebben met Hem een vertrouwelijke omgang, maar wij mogen nooit vergeten dat Hij de Zoon van de Allerhoogste is. Zo heeft de engel Gabriël het aan de allerzaligste maagd Maria geopenbaard. Het kind dat gij zult ontvangen, zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Hij was onder ons als mens, maar deze menswording, deze geboorte van Gods Zoon, waren vernederingen. De heilige Paulus schrijft: Christus vernietigde zich quasi door de gedaante van een slaaf aan te nemen, door gelijk te worden aan de mensen. Inderdaad, wij zien Gods Zoon geboren worden in een stal en neerliggen in voederbakken. Hij is onbekend, hij is arm. Hij wordt gezien en beschouwd als de zoon van een eenvoudige timmerman. En uiteindelijk zal hij zelf als een slaaf gegeeseld worden, als een toneelkoning met doornen worden gekroond en als een misdadiger aan het kruishout de geest geven. Waarom deed de Zoon van de Allerhoogste aldus? Wel, het was om de zonde van Adams, hoogmoed, maar ook onze hoogmoed, goed te maken en ons als een opperste leraar een voorbeeld te geven van nederigheid. Ook wij moeten nederig zijn. De Heilige Schrift zegt: iedere hoogmoedige mens is een gruwel voor God. Een hoogmoedige mens is namelijk een dief, een blinde en een leugenaar tegelijkertijd. Hij is een dief omdat hij zich toe-eigent wat God toebehoort. Van wie Sint Paulus zegt dat men alle goeds van God heeft ontvangen. Indien men een paard een gouden zadel zou opleggen, zou dit paard, als het verstand bezat, zich dan hierop kunnen roemen, wetende dat zijn meester hem op elk ogenblik zich van dat gouden zadel zou kunnen beroven. De hoogmoedige ziet het niet in dat alle goede gaven van God komen, dat het niet zijn verdiensten zijn. Hij ziet het niet in. En daardoor is hij ook een blinde. Bovendien ziet de hoogmoedige niet in dat we onszelf enkel maar tekortkomingen en zonden kunnen toeschrijven. Niks anders. De hoogmoedige wil dit niet aanvaarden, niet toegeven en is daarom uiteindelijk ook een leugenaar. De hoogmoedige is een dief, een blinde en een leugenaar. Terwijl de hoogmoedige voor God een gruwel is en God deze als de hoogmoedigen van hem wegstoot, kijkt God ook liefdevol op de nederigen. Hij voelt zichzelf aangetrokken tot de nederigen. God weet immers dat een nederige ziel voor hem openstaat, zijn invloed wil ontvangen en zich vrijwillig als een kunstwerk wil laten boetseren. Toepasselijk zeggen de psalmen: God doet bronnen ontspringen in de dalen, maar hij laat de wateren van de bergen afstromen. God geeft overvloedig genade aan de dalen, dat wil zeggen aan de nederigen, maar niet aan de bergen, de hoogmoedigen. De genaden vloeien van de hoogmoedigen weg. En daarom kon onze lieve vrouw zingen: Hij die machtig is, God, heeft grote dingen aan mij gedaan, want God heeft op de nederigheid van zijn dienstmaagd beschouwd. Ook de heilige Theresia van Avila getuigt
dat ze van God de grootste genaden en visioenen kreeg wanneer zij zich het diepst voor God vernederde. Als we dus, mijn dierbaren, een tekort aan genade, een tekort aan kracht of geloof hebben en meer vruchtbare omgang wensen met de Allerhoogste, dan moeten wij misschien onszelf meer vernederen. Dat is heel mooi verwerkt in de bouw van de geboortekerk van Bethlehem. De deur van deze basiliek is zo gering van hoogte dat eenieder die wil binnengaan zich eerst moet buigen om de kerk te kunnen betreden. Zonder nederigheid kunnen wij God niet naderen. Bovendien vindt de nederige reeds op aarde geluk en vrede. Een hoogmoedig man niet. De hoogmoedige vindt nooit vrede. Want wordt hij door de anderen geëerd, dan denkt hij dat het steeds te min is. Hij wordt door de anderen nooit zo behandeld als hij meent te verdienen. De nederige echter is altijd tevreden. Want geeft men de nederige eer, dan schijnt hem deze eer altijd groter dan hij verdient. De nederige is nooit tekort gedaan. Wordt de nederige echter beledigd, dan herinnert de nederige zich dat hij omwille van zijn eigen zonden eigenlijk nog erger verdiend heeft. De heilige Franciscus Borgia geeft daarom een mooie les. Toen de heilige Franciscus Borgia als onderkoning van Spanje moest reizen, gaf men hem de raad steeds een dienaar een dagreis erop uit te sturen om overal passend ontvangen te worden. De heilige echter antwoordde: "O ja, dat doe ik. Ik stuur geen dienaar, maar altijd de gedachte aan de hel en het vagevuur vooruit, die plaatsen die ik zo zeer verdiend heb. En als ik dan 's avonds op gelijk welke plek toekom, dan lijkt het mij dat elke plek waar ik terechtkom wel een koninklijk paleis is, vergeleken met de hel of het vagevuur dat ik verdiend heb." Na deze voordelen van de nederigheid overwogen te hebben, namelijk de gunst Gods en de vrede in onze ziel, bespreekt de heilige Alfonsus vervolgens hoe wij deze deugd van de nederigheid dienen te beoefenen. En hij onderscheidt een nederigheid van het verstand en een nederigheid van de wil. De nederigheid van het verstand bestaat daarin een kleine mening over onszelf te bezitten. Men overschat de eigen krachten niet en men heeft een gezond wantrouwen in zichzelf. Zo bad de heilige Augustinus: "Heer, pas op van Augustinus. Augustinus zou zich tegen u kunnen keren. Leer me daarom werkelijk mezelf kennen, wie ik ben, en help mij begrijpen dat gij, o God, de gever zijt van alle goed." Wat een mooi gebed. De heilige Alfonsus geeft ons ook verschillende grondhoudingen die we in onze ziel moeten kweken, als gewoonte aannemen. Ten eerste, zegt hij, roemen wij nooit op onze eigen goede werken. Beseffen wij dat anderen veel meer hebben gedaan dan wij. En lezen wij de heiligenlevens. En men zal zichzelf direct minder inschatten dan tevoren. Of denken wij misschien meer te zijn als een pastoor van Ars? Eens had een belangrijke heer een arme meid gehuwd. Deze rijke heer liet zijn nieuwe bruid de eerste weken nog haar oude, eenvoudige klederen aantrekken, zodat zij niet hoogmoedig zou worden, indien zij plots, getooid in mooie klederen, zich zou omringen met eenvoudige dienaren. Daarom,
Ook wij moeten ons herinneren, misschien als wij in het geestelijk leven reeds gevorderd zijn, wie en vooral hoe wij vroeger waren, van waar wij gekomen zijn. Al het goede is een geschenk van God. Ten tweede, mogen wij nooit op onze eigen kracht vertrouwen. Het voorbeeld van Petrus is ons wel bekend. Wezen we dus zoals Paulus. Ik kan alles in de Heer die mij sterkt. Wezen we dus geen voluntaristen, maar bidders om kracht. Ten derde, voor de nederigheid. Als wij in de zonde vallen, laat ons de moed niet verliezen. Verwekken wij veel meer na de zonde een oefening van berouw. Hernieuwen wij ons vertrouwen op het Heilig Hart en denken wij dat wij onze zwakheid weer bewezen zien. Op zichzelf vertoornd zijn na een zonde is geen nederigheid. Het is hoogmoed. Waarom? Omdat men zich wondert dat men zulk een fout nog kon begaan. En men kan moedeloos worden. En dat is een tactiek van de duivel, te denken dat men met de eigen krachten iets kon doen, wat door de bekoring en de zonde blijkbaar misgegaan is. En daardoor wordt ons het vertrouwen ontnomen dat wij de weg van het geestelijk leven kunnen bewandelen. De heilige Paulus zegt echter, zij die God beminnen, komt alles ten goede, ook de zonde. Men zal namelijk door die zondeval nederiger worden, voorzichtiger en ijveriger, trachten te leven voor God. Zo was het ook met de heilige Petrus, na zijn verloochening, na zijn leerschool van de nederigheid. Hij leerde zichzelf kennen, zijn eigen zwakheid, koppelde zich nog meer aan Christus, vertrouwde nog meer op de genade en werd een grote heilige. Ten vierde, mogen wij betreffende de nederigheid van ons verstand ons niet wonderen als iemand anders zwaar zondigt. Wij mogen niet oordelen. Hebben wij veel meer medelijden met die ziel. Dank God voor de genaden die gij gekregen hebt. Want indien gij ze niet zou gekregen hebben, waart gij voorzeker zelf nog dieper gevallen. Zo verhaalt men bijvoorbeeld dat eens een novice tot onkuisheid werd bekoord en steun zocht bij een oudere monnik. Wat gebeurde? Deze oudere monnik berispte de novice zo hard dat de novice nog aan deze walgelijke zaken dacht, dat de novice wegvluchtte uit het klooster. En wat gebeurde er? Kort daarop strafte God deze oude monnik, dat deze oude monnik zelf bekoord werd en als een waanzinnige door het klooster liep. Sint Paulus zegt, heeft iemand een zonde gedaan, onderricht de zondaar in de geest van zachtmoedigheid en let op uzelf dat ge door de hoogmoed niet bekoord wordt. Hebben wij medelijden met de zondaar? Dat alles, mijn dierbaren, was de oefening van een nederigheid in ons verstand. Overwegen wij nu de nederigheid van onze wil. De nederigheid van de wil bestaat erin niet enkel maar zelf te beseffen dat men niets is, maar te verlangen dat ook de anderen over ons zo denken. Verheugen wij ons indien de anderen naar deze waarheid handelen. Wij zijn niets, hoera! De anderen weten het en ze behandelen ons zo. Velen zijn akkoord dat men nederig moet zijn, dat men slechts een zondaar is. Maar als een andere mens daarin toestemt en ons bijvoorbeeld berispt of slecht behandelt, dan worden wij driftig. Als iemand ons berispt, dan zeggen wij soms, wat berispt gij mij? Zie toch wat de anderen doen. Waarom kijkt gij naar mij? De heilige Alfonsus zegt, die nederigheid,
die wij dachten te bezitten, bestond enkel maar in woorden en niet in de nederigheid van het hart, zoals Christus ons leert. Daarom enkele hulpmiddelen om de nederigheid van de wil te beoefenen. Ten eerste, laat ons nooit iets zeggen tot eigen lof. De Heilige Schrift zegt, laat een andere zijn mond u prijzen, niet uw eigen mond. We zijn maar dat wat we zijn in de ogen van God. Worden we echter toch geprezen, vernederen wij onszelf, stemmen wij niet zomaar toe, of wij zullen het loon reeds op aarde ontvangen hebben. De hoogmoedigen verheugen zich in het lof, ook al komt het hen niet toe. De nederigen schamen zich over het lof, ook al komt het hen wel toe. Dat is het voorbeeld. Ten tweede, mogen wij nooit toornig worden of onze toorn uitdrukken bij terechte of onterechte berispingen. Vele christenen lijken op egels. Zodra men de egel aanraakt, de katholiek aanraakt die hoogmoedig is, dan stellen zij hun stekels op. Ten derde, trachten men elke verachting en elke mishandeling te verdragen. De vernedering is namelijk de toetssteen van de heiligheid. Dat toont volgende anekdote. Men verhaalt over een Augustijner missionaris die tijdens de vervolgingen te Japan rondging. Hij was gekleed als een leek, niet te herkennen als een katholiek of als een priester. Hij trachtte daardoor de missie levend te houden. Maar op een dag kreeg hij een kaakslag. Een kaakslag omwille van iets dat niets met het geloof te maken had. En deze priester verdroeg deze kaakslag in alle stilte. En weet u, daardoor werd hij als katholiek herkend. En daardoor werd hij ook tot martelaar. Nederigheid is de erkenning of de toetssteen van de heiligheid. Wie geen nederigheid bezit, bezit geen heiligheid. En die waren, tenslotte, en verwonderen wij ons steeds over de nederigheid van Gods Zoon. Zie hem liggen in de kribbe als een klein kind. Zie hem aan het kruis als een vernederde slaaf. Leggen wij ons daarom toe de nederigheid als christenen na te volgen. En leggen wij ons daar werkelijk op toe, zodat wij de andere deugden in waarheid kunnen bezitten. Zonder de nederigheid bestaat er geen enkele deugd. En vragen wij daarom van onze lieve vrouw en de grote Sint Jozef alle nodige genaden om deze deugd te kunnen beoefenen. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.